Beste mensen van End of Game Reviews, welkom bij Eerste Indruk. Het item waar ik jullie mijn eerste indruk ga laten zien van bepaalde games. Het is namelijk nu Steam Summer Sales. En dat betekent dat heel veel games, PC games op Steam, heel goedkoop te vinden zijn. En zo ook Call of Juarez Gunslinger. Alright, let's play this game. Eerste indruk van deze game. Ik heb al een game gestart, maar daar was ik niet ver mee. Ik had hem gelijk weggehaald. Dus we gaan gewoon even de storyline doen. Hier heb je dus de keuze uit story, arcade en duels. Het is namelijk een country game en duels betekent dan ook dat je tegenover elkaar staat met die revolver. En dat je elkaar als eerste dood moet schieten natuurlijk. Dat typische cowboy gebeuren. Maar wij gaan gewoon de storyline doen als eerste indruk. Yes. Het is echt mijn eerste indruk, want ik had die game die ik al gestart had. Daar was ik niet ver mee, die had ik gelijk weggehaald om gewoon even de opties te bekijken. Qua volume en zo. Maar het is dus een country game. Call of Juarez, misschien ken je het wel. De vorige daarvan is Call of Juarez The Cartel. Die heb ik niet gespeeld, want de reviews waren daar echt gewoon best wel slecht over. Misschien ga ik het nog wel eens een keer doen, want ik heb me wel vermaakt met Call of Juarez Bound in Blood. Misschien ken je die game wel. Het is eigenlijk gewoon een soort Call of Duty. Het is natuurlijk vooral storyline, maar dan gewoon in de setting van country. En mij sprak dat enorm aan. Ik vond het heel vet om met die guns te spelen, gewoon in die woestijn en zo. Je zat daar namelijk met twee broers van elkaar. Het was gewoon een heel avontuur. De ene broer kon je mee spelen en die andere ook. En ze hadden alle gewoon een andere specialiteit. De ene die kon heel goed met een lasso vechten en zo. En de ene die kon weer heel goed met wapens. Het was gewoon een hele toffe game, vond ik. Ik heb daar volgens mij al eens een keer een review van gedaan. Ik weet het niet zeker. Maar volgens mij is deze game, Call of Juarez Gunslinger, vooral een spel dat gefocust is op de gameplay. Niet echt op storyline. Daarom ook vooral de reden dat ik nu de cinematics een beetje skip. Als je dat wel wilt zien, laat het even weten in de comments. En misschien ga ik deze game wel verder let's playen op NL Game Reviews 2. Als je nog niet geabonneerd bent op dat kanaal, moet je dat zeker even doen. Want er staan heel wat droge, leuke video's op. En wie weet ga ik daar ook wel let's plays doen als jullie meer willen zien van bepaalde games. In ieder geval, we zitten nu in Call of Juarez niet de Bouterblad, een Gunslinger. En dit blijkt dus een beetje een arcade game te zijn. En wat is nou een arcade game? Dat is vooral een beetje een game die niet echt storyline gericht is. Maar die gewoon in een bepaalde setting zich afspeelt. Met een heel licht verhaaltje. Eigenlijk vooral de reden dat je dus daar moet gaan schieten. Schieten. En misschien is dat zo, misschien is dat niet zo. Ik ben heel benieuwd in ieder geval. We zitten nu in de game en wat mij als eerste opvalt is dat de game niet heel, heel mooi is. Niet dat mij dat heel veel uitmaakt, maar de game speel ik wel op Ultra. Eigenlijk ben ik wel zo iemand die heel erg van graphics houdt. En daarom gaan we het even ook een beetje van dichtbij bekijken. En dan zie je gewoon dat de graphics gewoon heel matig zijn. Het ziet er wel, wel tof uit op zich. Het is wel een typische country stijl. Dus heel erg vind ik het niet. Ik ben heel benieuwd hoe die koeien van dichtbij zien. Dus gaan we meteen even bekijken. Hallo koe. Hallo koe. Gaan we deze... Oh nee, dat is Frans. Nou, ik kan geen Amerikaanse accent. Oké, press 0? Nee, O. To see the objective. Objectives. Dus wat je moet doen. Return to the hideout. Nou, we gaan deze kant op. Ik denk dat dat sterretje daar aangeeft waar we precies naartoe moeten. En daar zijn de stemmen. Ja hoor, ja hoor. Ik weet niet of dit vijanden zijn. Ik denk het eigenlijk wel, maar wie weet ook niet. Oh ja, dus wel. Kill, kill! Alright. Ja, ik zie het dus inderdaad. Experience. En... Oké, dat was wel vet dat hij zo deed. Maar, ja, het is dus inderdaad experience. Je krijgt experience voor elke kill. En dat laat al eigenlijk best wel zien dat dit een beetje een arcade game is. Kan ik trouwens op die paden? Lijkt me echt fucking vet. Nee, ik kan er niet op. Nou, misschien later in de game wel. Maar dat is wel typisch dat je punten krijgt voor kills. En misschien kun je daar ook dingen mee gaan doen. Ik ben heel benieuwd. Nou, dat zijn ook allemaal vijanden waarschijnlijk. Oh, what the fuck. Slow motion mode. Vet. Dat is tof. Oké, dus op een manier hoe je ze doodt, krijg je ook bepaalde punten. Krijg je bijvoorbeeld meer punten. Dat is dope. Oké. Shoot that bitch. Oké, sprint met shift. Nice, headshot.
Oké, je krijgt dus echt... Ja, je krijgt dus bepaalde punten voor. Voor bepaalde manieren dood. Dat doet me trouwens een beetje denken aan Bulletstorm. Ik weet niet of je die game kent. Bulletstorm is een game die destijds... sommige mensen vonden mensen die heel tof. En sommige mensen vonden dat juist helemaal niks. Dat was namelijk een game die vooral gericht was dus op actie. En daar kreeg je dus ook punten voor op een bepaalde manier dat jij de vijanden doodde. En er was niet veel storyline voor de rest. Maar ik vond dat serieus een hele toffe game. En ik denk dat dit ook zo'n typische game is die echt niet gericht is op... oh, kijk. Talent Trees. Nice. Dat dit niet zo'n game is die gericht is op alleen maar storyline, maar dat dit eigenlijk vooral gericht is op de manier dat je mensen doodt en gewoon knallen. Nu krijg je Talent Trees, Gunslinger, Ranger, Trapper, Dual Wielding. Oké, dus je hebt, bij deze heb je dus dat je op een gegeven moment twee wapens kunt gaan hebben. Ranger is een sharpshooter, dus dat is eigenlijk dat je vanaf een long distance gaat. En dan Trapper, dat is close quarters. Ik ga daarvoor kiezen. Ik vind het altijd vet als je van dichtbij bam bam gaat doen, weet je wel. Ja. Ja, beste uitleg ooit. Oké, we gaan deze nemen. Dat is de enige, denk ik. Oh nee, we konden deze ook nemen. Nou, boy. Ik weet niet wat het... ik kijk daar eigenlijk nooit naar. Hé, hey, what the fuck. Je krijgt ook punten als je meloenen dood. Meloenen, pompoenen. Ik ben benieuwd. Kip, ga dood. Ga dood, keep. Ga dood. Ja, je krijgt ook punten als je dat dood. Oké, ik kan beter... Oh, what the fuck. Ik krijg ineens een kogel op me af. Ja. Oh, A en D. Als je op A drukt, dan ga je... Oké, je kunt het ontwijken op deze manier. Oké, als je dus op D drukt, dan kon je het ontwijken vanaf rechts. En als je op A drukt, links. Nou ja, dat is natuurlijk... Deze spel is ook voor de console, dus dan is het natuurlijk anders. Maar ja, ik speel het even op de PC, dus vandaar. Oké, die dude moet dood. Oké, met Q kun je dus die slow motion ingaan. Nice. Ik wacht er wel op dat ik een nieuw wapen heb. Ik wil echt een nieuw wapen. Deze revolver begint echt saai te worden, jongens. Maar waar zie ik mijn levens eigenlijk? Heb ik überhaupt wel levens? Want ik vang heel veel schoten en ik ben nog steeds niet dood. Dus dit is niet heel moeilijk, denk ik. Het is echt gewoon een game. Ik denk dat dit echt typisch zo'n game is dat je even muziek opzet. Dat je hier even een uurtje in duikt. En dat je gewoon mensen neerknalt. Fuck you! Take this in your fucking ass! Wauw, wat ben ik aan het spelen, jongen. Kijk dan. Oh, is dat... Ja hoor, explosie. Ik ben echt de... Oh god. Oh! Nee! Net verkeerd ontweken. Oké, je moet dus wel de goede richting opgaan. Oké, we gaan het nog een keer doen. Nice. Keep in dode is altijd leuk. Huh? Oh, je hebt gewoon checkpoints dus. Oké. Kijk daar, explosive. Nice. Oké, als je een explosive doet, gaat hij dus blijkbaar een beetje in slow motion. En hoe meer kills je maakt, kun je dus dit gebruiken. Dat slow motion. Oké, dit is best dope. Het is wel echt een game die chaos is, jongen. Fuck. Het is wel vrij onduidelijk als je beschoten wordt. Alles gaat een beetje slow motion of zo. Weet ik veel. Het komt gewoon heel veel in beeld. Kijk hoeveel er in beeld komt als jij beschoten wordt. Waar zit jij? Oh, daar. Nice. Get inside and meet Belly the Kid. Oké, waarschijnlijk is het een kid. You bastard are... Oh, dat is een vriend van mij. Hello, Dirty Dave. Are you Dirty Dave? I'm not Dirty Dave. I'm super small. Alright. Hier zit waarschijnlijk iemand binnen. Het is Billy the Kid. Kijk, ik vind dit episch. Dat is echt typisch ook gewoon. Dat je verschillende namen hebt voor bepaalde mensen in die country wereld. Ik ben Billy the Kid en I'm strong. Yeah. Alright, ik heb een nieuw wapen, dames en heren. Hallo. Yay.
Oké, dit is vet. Bam! Oké, dat... Explosive. Neem deze. Dus ik even kijken hoe... Ja, het is wel echt een game die niet echt heel goed reageert op de plek waar je schiet. Niet heel erg in ieder geval. Een beetje. Het is gewoon een game die... die grafisch ook gewoon echt gefocust is op puur... Dat jij een beetje rondschiet en zo. Dus gewoon even een uurtje inderdaad duiken in deze game en... En rondknallen. En ik denk ook gewoon dat de storyline niet echt aanwezig is hier. Maar ben je benieuwd naar de hele game, dan kan ik hem let's playen. Moet je even in de comments achterlaten of je dat tof lijkt. Wham! Oké, waar moet ik heen? Ik ga even op O drukken, objectives. Oh, ik moet hem defenden. Defend! Oké, daar zitten ook allemaal gasten. Een headshot maken feels so good. It feels so good. Net zoals ochtendgymnastiek met Ian, dat viel ook zo goed. Oké, waarschijnlijk is hier niemand meer. Waarom sta ik in mijn eentje aan deze raamopening, in godsnaam? Kill. 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 Nee, geen kill. Ik mis steeds. Maar grafisch is de game dus niet heel bijzonder. Het is gewoon een beetje country-achtig en ik vind het eigenlijk in principe prima. Deze game is eigenlijk ook... Het is eigenlijk volgens mij ook helemaal geen full titel. Het is volgens mij een game die ook heel goedkoop is op de consoles. Ik heb hem nu voor 7 euro gekocht op Steam, dus dat is echt gewoon niks. Dat bloed ziet er ook zo fake uit, jongen. Bam! Jongen, ik schiet steeds mis. Ik vind trouwens, als jij geraakt wordt, vind ik wel een beetje lame hoe dat eruit ziet. Ze hebben dat een beetje... Ja... Ik weet niet wat het is. Het lijkt meer op... Hier, kijk. Een ster in beeld of zo. Ik vind het een beetje vaag. Ik weet niet... Ja. Nice. Oh, S. What the fuck? Wat moest ik doen dan? Oh. Dodge. Bam. Nice. Oké, dat was wel dope. Ja, die... dat je dus moet ontwijken, dat zijn een soort quicktime events. Dat zal denk ik op de console ook gewoon zo zijn. Oh, een secret. Oh, je kunt ook dingen verzamelen. Oké, ik moet nu paarden gaan halen volgens mij. Hoe episch is dat? Oh. Oké, ik moet nu dus paarden halen. We gaan even kijken. Kan ik hieruit? Oh, ik kan ook breach the door. Oh, en we zitten alweer in slow motion. Moet ik wel raken. Damn, bro. Oké, op zich is dat wel vet dat... dat slow motion, dat is gewoon... Ja, dat zie je tegenwoordig heel vaak in games. Alleen, ik hoop niet dat dat te vaak gaat worden. Want dan is het ook heel irritant soms. Oké, waar zijn die paarden dan? Waar zijn die paarden? Mr. Graves. Ik weet in godsnaam niet waar ze aan het praten zijn, maar... Ik moet... What the fuck? Wat moet ik nou doen dan? Bring the horses. Oké, die ster hoort mij daar. Waar zijn die horses dan? Oh! Oh, snap! Dat is een vijand. Waar zijn de paarden, jongens? Ik heb hier nooit... Oké, dus 1, 2, 3 is switchen van wapen. Six shooter, rifle en six shooter. Oké, dus het is gewoon revolver en een rifle wat ik nu heb. Wat is dat dan? Wat is dat dan, jongens? Oh, dat is gewoon iemand die achter een plank gaat staan. Nice. Oh, wacht. Dat is dus ook iemand die gelijk sterker is of zo. Oh, hier zullen de paarden waarschijnlijk zijn, of niet? Oh, ik moet hierop. Klimp. Oké, er zitten wel wat toffe dingen in. Vind ik wel leuk. Er zitten toffe elementen in. Wow. Melee. Nice. Dus je kunt ook een mes gebruiken. Oh, snap. Huh? What the fuck? Ik kon ze allemaal in één keer raken. Hoe tof is dat? Dat is echt bruut. Dat voelt bruut. Ik zit nu ineens in een kar. Wie is dat? Maar ik dacht dat ik paarden moest gaan halen, toch? Of niet? Press U. Oh, ik kan gelijk alweer een nieuwe skill halen. Yes, dit is Deep Pockets. Nou, mensen Deep Pockets hebben. Ik weet niet wat het is, ik ga ook niet lezen. Bam, bam. Ik ga dood.
Allemaal vogels daar. Reload. Ik snap alleen niet waar die paarden dan zijn. Moet ik nou wachten tot die paarden hier zitten of zo? Geen idee. Wat moet ik nu doen? Moet ik eruit springen? Hallo? Waar zijn mijn paarden? Hallo? Hallo? Ik weet niet wat ik nu moet doen. Oh, ik kan er gewoon uitspringen. Faal. Sounds like Garrett hired a whole... What? Even een explosion. Switch naar... mijn rifle. Oh. En doorrennen, doorrennen. Reload. Chickens on the road. Van, wegje. En daar zijn de paarden. Ja hoor. Oké, ik denk dat dit het moment gaat zijn dat wij misschien op de paarden moeten gaan rijden. Dat zou tof zijn. Alright. Ik ben heel benieuwd. Oh jee. Typisch country muziekje. Ik denk dat we een battle gaan krijgen, jongens. Tegenover elkaar staan. Wie is dit? Proud. Handsome. Ham-handed. Oké. Okay. Ja, we krijgen een battle, jongens. Een typisch cowboy battle. Vet. Nice. Zo. Pom. Ja, ja, echt dat geluidje ook. Oké, jongens. Hoe gaan we dit doen? Keep your enemy in focus using de muis. Oké, nu heb ik... Oh, oh, oh. Nu heb ik mijn enemy in focus. Oké, oh ja. Natuurlijk moet je schieten pas als je... Als die klok gaat. Het wordt spannend. Het wordt spannend. Even omhoog richten. Waar je op... Opponent reaches for the gun press. Die. Oké, je moet dus twee keer erop drukken. Oké, wij gaan voor een headshot, jongens. Wij gaan voor een headshot. Pow, miss, fuck yes! Nice. Oké, that feels so good. Nice. Ik heb hem. Man, Pat Garrett, I have killed you. Oh jee. Huh? What the fuck? Is dit een... Oké, we gaan het opnieuw doen, jongens. Hell damn chickens on the way. Volgens mij is dit helemaal opnieuw of zo. Opeens. Oké, we gaan het nog een keer doen. We gaan weer de schuur in. En we zijn weer bij... Huh? Oké, nu is het ineens heel anders. Billy! De vlieg van Albert. Oké, alright. Level 1 is gelukt. Van Call of Juarez Bound in Blood. Nee, het is Gunslinger. Call of Juarez Gunslinger. Eerste missie hebben wij tot een succes volbracht. En eigenlijk zijn heel veel dingen al duidelijk in dit level geworden. De game is vooral gericht op de combat. Dus vooral het vechten met mensen. Door middel van schieten, door middel van points, waar dus jij inmiddels dus talent trees mee kunt levelen, waardoor jij steeds beter wordt, waar je dingen mee kunt vrijspelen. Je krijgt ook gewoon punten op de manier dat jij dingen doodt. Je kunt dus, als jij ook experience krijgt door het doden van mensen, kun je dus mensen in slow motion gaan doden. Dus dan wordt het op een gegeven moment wat makkelijker voor jou als je denkt, als je zit in een situatie van fuck, daar zijn veel te veel mensen, dan ga je daar even naar switchen. En natuurlijk de bekende... gevechten dat je tegenover elkaar staat en dat je dan een duel gaat doen. Call of Juarez Gunslinger. Mijn eerste indruk is dat het op zich een toffe game is. Ik wil wel meer zien van deze game. De graphics zijn niet heel bijzonder. Ik vind de combat redelijk. Ik denk dat het vooral een game is dat leuk is om soms even een half uurtje te spelen of zo, of een uurtje. En dat je daarna er weer klaar mee bent. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. En als je nou zegt van... Jamal, ga deze game ook let's playen op NL Game Reviews 2. Dan ga ik dat voor jullie doen. En laat ook even weten welke games jullie gaan kopen. Of welke game misschien ik nog moet gaan kopen van de Steam Summer Sales. Want alles is heel goedkoop tegenwoordig.
En dan zie ik jullie wellicht bij een volgende eerste indruk. Check NL Game Reviews 2 als jij dus meer wilt zien van deze game. En tot later. Schmal out. www.nlgamereviews.nl Klikken op en check die shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check die shit of game over. www.nlgamereviews.nl Klikken op en check die shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check die shit of game over.